België is gerechtelijk ingedeeld in vijf grote rechtsgebieden, met elk een hof van beroep, namelijk Brussel, Luik, Bergen, Gent en Antwerpen. Het Hof van Beroep van Antwerpen omvatte de provincies Antwerpen en Limburg. Het Hof van Beroep van Bergen omvatte de provincie Henegouwen. Het Hof van Beroep van Brussel omvatte de huidige provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en het Brussels hoofdstedelijk gewest. Het Hof van Beroep van Gent omvatte de provincies West- en Oost-Vlaanderen en het Hof van Beroep van Luik omvatte de provincies Luik, Namen en Luxemburg. De vijf grote rechtsgebieden zijn onderverdeeld in 27 gerechtelijke arrondissementen, met elk een rechtbank van eerste aanleg. Daarnaast zijn er in de gerechtelijke arrondissementen 21 arbeidsrechtbanken en 23 rechtbanken van koophandel. De 27 arrondissementen zijn op hun beurt onderverdeeld in 187 gerechtelijke kantons met elk een vrederecht. Er zijn in totaal 34 politierechtbanken. Het Assisenhof zetelt in elke provincie en in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, in principe in de hoofdplaats van de provincie, uitzonderingen niet in aangesproken. Zo houdt het Hof van Assisen zitting in Aarlen, Antwerpen, Bergen, Brugge, Brussel, Gent, Leuven, Luik, Namen, Nijvel en Tongeren. Een gedetailleerde uitleg over de samenstelling en de bevoegdheden van de verschillende hoven en rechtbanken zou zeer veel tijd in beslag nemen. Het is de bedoeling in deze reportage u een eerste, niet te gedetailleerde kijk te geven op de werking van de verschillende hoven en rechtbanken in België. Vooraleer wat uitleg te geven over de verschillende hoven en rechtbanken nog dit. Elk rechtscollege is bevoegd voor geschillen in een bepaald domein van het recht. Men noemt dit de materiële bevoegdheid. Elk rechtscollege is tevens bevoegd voor een bepaald grondgebied. Men noemt dit de territoriale bevoegdheid. Er zijn in België 187 vrederechten, één per gerechtelijk kanton. Het vrederecht behandelt burgerlijke zaken en handelszaken in geschillen tot een bedrag van 1860 euro. De vrederechter is ook bevoegd voor geschillen in zaken huur, geschillen tussen buren, geschillen over erfdienstbaarheid of onteigening en voor voorlopige maatregelen tussen echtgenoten. Wie het niet eens is met het vonnis van de vrederechter, kan dit aanvechten bij een hogere rechtsbank. De rechtbank van eerste aanleg als het gaat om een burgerlijke geding en de rechtbank van koophandel als het gaat om een geschil van handelsrechtelijke aard. Er is minstens één politierechtbank per gerechtelijk arrondissement, nog in totaal zijn er 34 politierechtbanken. De politierechtbank is een strafgerecht en behandelt de overtredingen, wanbedrijven die met aanneming van verzachtende omstandigheden worden gecontraventionaliseerd, misdrijven in bijzondere wetten en verkeersmisdrijven. Tegen de vonnissen van de politierechtbank staat hoger beroep open bij de rechtbank van eerste aanleg. Er is één rechtbank van eerste aanleg per gerechtelijk arrondissement. België telt in totaal 27 rechtbanken van eerste aanleg. De rechtbank van eerste aanleg heeft vier afdelingen, namelijk de burgerlijke rechtbank, de correctionele rechtbank, de jeugdrechtbank en de strafuitvoeringsrechtbank. De burgerlijke rechtbank heeft de volheid van bevoegdheid. Dit wil zeggen dat zij bevoegd is voor alle geschillen waarvoor de wetgever niet uitdrukkelijk een andere rechtbank bevoegd heeft verklaard. Zo behandelt zij zaken die een persoon aangaan, bijvoorbeeld echtscheiding,
afstamming, adoptie. Zij is ook bevoegd voor geschillen waarvan het bedrag hoger is dan 1860 euro, voor geschillen over erfrechten of auteursrechten, en voor beroepen ingesteld tegen de vonnissen van de vrederechter met betrekking tot de burgerlijke geschillen. De correctionele rechtbank is bevoegd voor gewone misdrijven zoals bijvoorbeeld oplichting, fraude, onopzettelijke doodslag, diefstal met braak, diefstal met geweld, met uitsluiting evenwel van de lichtere en de zwaarste misdrijven en tevens van de verkeersmisdrijven. Deze categorie van misdrijven, die gesanctioneerd kunnen worden met een gevangenisstraf van 8 dagen tot 5 jaar, worden wanbedrijven genoemd. De correctionele rechtbank oordeelt ook in hoger beroep over de vonnissen in eerste aanleg van de politierechtbank. De jeugdrechtbank behandelt onder meer geschillen die vallen onder de toepassing van de wet op de jeugdbescherming, zoals ontheffing uit het ouderlijk gezag, plaatsing van minderjarigen in opvanggezinnen of gesloten centra en jeugdcriminaliteit. De rechter legt jeugdige criminelen geen straffen op, maar neemt maatregelen tegen hem. In de praktijk betekent dit dat hij de minderjarige kan berispen, hem kan plaatsen in een opvanggezin of een gespecialiseerde instelling waar jongeren door opvoeders worden begeleid, hem dienstverlening kan opleggen en hem in sommige uitzonderlijke gevallen zelfs voorlopig kan opsluiten in de gevangenis. De jeugdrechter neemt opvoedkundige maatregelen. Wanneer de minderjarige de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt en een misdrijf heeft gepleegd, kan de jeugdrechter de zaak ook uit de handen geven. De minderjarige wordt dan voor een bijzondere kamer in de jeugdrechtbank gebracht, die als strafrechtbank zal optreden. Indien het misdrijf dermate ernstig is, zoals een moord, zal de jongere, uitzonderlijk, niettegenstaande het feit dat hij minderjarig is, worden doorverwezen naar het Hof van Assisen. De jeugdrechter kan tenslotte ook maatregelen opleggen aan de ouders, wanneer zij tekortschieten in hun opvoedingsplicht. In dringende gevallen kunnen zelfs snel maatregelen worden opgelegd om het kind te beschermen. Binnen de rechtbanken van eerste aanleg werden in 2006 de strafuitvoeringsrechtbanken opgericht. Zij nemen beslissingen in zaken de externe rechtspositie van veroordeelden tot een vrijheidsstraf. Zo beslissen zij over de toekenning van beperkte detentie, elektronisch toezicht, voorwaardelijke invrijheidstelling en voorlopige invrijheidstelling, met het oog op verwijdering van het grondgebied of met het oog op overlevering. België telt 23 rechtbanken van koophandel in de gerechtelijke arrondissementen. Soms zetelen de afdelingen van deze rechtbank in een andere stad dan de hoofdplaats van het arrondissement. Van de rechtbank van koophandel van Dendermonde bijvoorbeeld zetelt er een afdeling te Sint-Niklaas en een afdeling te Aalst. De rechtbank van koophandel is bevoegd voor geschillen tussen handelaren bij bedragen van meer dan 1860 euro, maar ook over zeer specifieke aangelegenheden zoals faillissementen of geschillen tussen aandeelouders van een vennootschap. De rechtbank van koophandel behandelt ook hoger beroep tegen vonnissen van de vrederechters in handelszaken. Er is in beginsel één arbeidsrechtbank per gerechtelijk arrondissement. Sommige arbeidsrechtbanken overkoepelen meer dan één arrondissement. Dit is het geval voor Veurne, Ieper en Kortrijk. In de praktijk zijn er 21 arbeidsrechtbanken. Sommige arbeidsrechtbanken hebben afdelingen die zitting houden op een andere plaats dan hun zetel, bijvoorbeeld Dendermonde, Aalst en Sint-Niklaas. De arbeidsrechtbank is bevoegd bij sociale aangelegenheden, zoals geschillen over de sociale zekerheid, bijvoorbeeld pensioenen en werkloosheid, arbeidsgeschillen, bijvoorbeeld arbeidsovereenkomsten en arbeidsreglementen, arbeidsongevallen en sinds kort ook de collectieve schuldregeling.
Voor de werking en de bevoegdheid van het Hof van Assisen verwijs ik naar de aparte reportage die eveneens op YouTube beschikbaar is. Er zijn in België 5 hoven van beroep, namelijk Gent, Antwerpen, Brussel, Luik en Bergen. Elk hof van beroep bestaat uit meerdere kamers. De burgerlijke kamers behandelen het beroep tegen de vonnissen die in eerste aanleg zijn uitgesproken door de burgerlijke afdelingen van de rechtbanken van eerste aanleg en door de rechtbanken van koophandel. De correctionele kamers behandelen het beroep tegen de vonnissen die in eerste aanleg zijn uitgesproken door de correctionele rechtbanken. De jeugdkamers zijn bevoegd voor het beroep tegen vonnissen in eerste aanleg van de jeugdrechtbanken. Er zijn in België 5 arbeidshoven met hetzelfde rechtsgebied als de hoven van beroep. Het arbeidshof oordeelt in hoger beroep over alle zaken die in eerste aanleg door de arbeidsrechtbank beslecht werden, ongeacht de waarde van het geschil. Er is in België 1 hof van cassatie gevestigd in Brussel. Het is het hoogste rechtscollege binnen ons grondgebied. Het hof bestaat uit kamers die bevoegd zijn voor burgerlijke en handelszaken, voor sociale zaken en voor strafzaken. Het Hof van Cassatie doet nooit uitspraak over het geschil als dusdanig. Het is dus geen derde aanleg. Het hof onderzoekt enkel of de wet juist werd geïnterpreteerd en toegepast, of er geen procedurefouten gemaakt werden en zo verder. Het Hof van Cassatie houdt zich niet bezig met de feiten van het geschil, maar enkel met de wettelijke en vormelijke aspecten van de procedure en van het vonnis of arrest dat in laatste aanleg gewezen werd. Het Hof van Cassatie beoordeelt dus eigenlijk de vonnissen en arresten zelf en niet het conflict dat het voorwerp vormt van die vonnissen en arresten.